Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf makkelijk dit patchwork dekentje kunt maken van stofrestjes. De onderkant is trouwens wel gewoon uit één stuk. Dat was geen restje, maar de bovenkant, dat zijn allemaal restjes. Het zijn blokjes van 10 bij 10 centimeter van twee verschillende stoffen gemaakt. En je kunt dit natuurlijk helemaal variëren naar wens. Je kan ook meerdere stoffen gebruiken. Dat staat je helemaal vrij om dat zelf te bepalen. En hoe je zo'n dekentje dan maakt, ga ik je nu natuurlijk in deze video laten zien. Je hebt niet heel veel nodig. Een vulling voor het dekentje wel. Dat is heel belangrijk. Dan de restjes stof. Ik heb hier twee verschillende, maar je kunt natuurlijk ook voor meer verschillende stoffen gaan. Dan een stuk stof voor de onderkant. Naalden. En de schaar niet te vergeten. En om een goed dekentje te krijgen, moet ik nu al nadenken, want er komt wiskunde aan, moet je gaan rekenen. En omdat we werken met stofresten, is het soms een beetje beperkend, want je bent afhankelijk van hoeveel stof je nog over hebt. Daardoor is mijn dekentje uiteindelijk 70 bij 70 geworden. Ik heb niet genoeg om het tot de normale afmetingen van een babydekentje te maken. Dat is een normaal babydekentje is meestal 1 meter bij 1 meter en ik kom er gewoon niet aan. Ik heb hier blokjes kunnen maken van 12 bij 12 centimeter en omdat ze aan elkaar gezet worden en er dus stof nodig is voor de naden, worden ze uiteindelijk 10 bij 10 centimeter. Dus je moet zo zelf een beetje uitrekenen hoe je uitkomt met je stof, hoe groot je het überhaupt kan maken met de stof die je hebt. En voor mij is dat dus 70 bij 70 centimeter geworden. Dat zijn 49 blokjes, 7 rijen van 7 blokjes. En ik teken het meestal even uit, want rekenen is niet mijn sterkste punt. Maar nu weet ik in ieder geval zeker, met deze stukje stof van 12 bij 12 krijg ik een dekentje van 70 bij 70. En wat de onderkant betreft, heb ik dan natuurlijk een stuk stof dat ook ongeveer 70 bij 70 moet worden. Maar vanwege de naden heb ik daar ook extra stof moeten nemen en dat is 75 bij 75 centimeter geworden. En de stukjes stof die ik heb moeten natuurlijk afwisselend aan elkaar worden gedaan, want anders krijg je gewoon een rij en dan was het niet nodig om allemaal vierkantjes te knippen. Dat lijkt heel logisch, maar ik zeg het toch maar eventjes voor het geval dat. Dus ik heb hier 49 stukjes liggen, die ga ik straks allemaal aan elkaar zetten. En dit is dan de onderkant waar ik het al eventjes over gehad heb. Dit is gewoon uit één stuk. Dit was niet een restje dat ik had liggen. En dat moet dus 70 bij 70 worden zoals gezegd. En ik heb extra speling genomen vanwege de naden. Dus uiteindelijk is dit een stuk stof van 75 bij 75 centimeter. Voor de eerste stap moet je de blokjes aan elkaar zetten. En dat doe ik door 7 rijen te maken. Je begint met een stukje stof. En je legt de stukjes stof zo bij elkaar. Mooie kanten op elkaar. En dan wordt hier zo de naad gemaakt waarop ze aan elkaar komen. En op deze manier zitten ze dan naast elkaar. En je gaat ze steeds afwisselend roze, blauw, roze, blauw, roze, blauw. En als je dat gedaan hebt, dan komt de volgende erbij. Die wordt ook zo met de mooie kant op de mooie kant neergelegd. En zo moet er dan 7 blokjes aan elkaar gemaakt worden. En dat doe ik dan 7 keer. Dus ik ga niet op deze anders werken. Zo, dit bedoelde ik. Je gaat rijen maken
Je gaat niet vanaf deze rij gelijk naar boven werken met andere losse stukjes. Nee, je maakt op deze manier 7 rijen van 7 blokjes die aan elkaar gaan. En dan komt er op dezelfde manier de volgende rij aan vast. Let er wel op dat het patroon van de stoffen afwisselend is. En dan leg ik ze zo op elkaar. Met de mooie kanten naar binnen, die zie je niet. Dan is de voorkant klaar. Zoals je ziet is het niet helemaal perfect geworden hier zo tussen mijn handen. Nou ja, niet perfect is ook goed. De kleurwisseling zit er wel in. Dus dat maakt niet heel veel uit. En dit is gewoon een kwestie van hoe exact je wilt werken. Ik heb het niet super precies allemaal afgemeten. Ik had niet echt 12 bij 12. Soms was het net iets groter of iets kleiner. Waardoor ik zo deze afwisseling heb. Ik kan het niet heel erg vinden. Ik heb hier zo en hier zo dus net een afwisseling erin zitten. Maar ik ga me er niet druk om maken. Ik ga gewoon door met de volgende stap. En daar komt dan straks vulling bij. Eventueel kun je eerst nog even de randen afstikken, zodat dat niet gaat rafelen. Maar het belangrijkste is de vulling vastzetten. Ik heb dat zo op de naden steeds bevestigd door even te stikken. En nu hoeven we in principe alleen nog de achterkant vast te maken aan de rest van het dekentje. Dat leggen we ook weer zo mooie kant op mooie kant. En dan worden de kanten zo aan elkaar vastgenaaid. Helemaal rondom zoals altijd. En we laten een kleine opening over om de bol straks doorheen te kunnen keren. Zo, ik heb het alvast eventjes gekeerd. En de opening heb ik gesloten. Ik heb nog een rand er zo extra aangemaakt zodat het er wat mooier afgerond uitziet. Eventueel kun je het patroon van de voorkant volgen in de achterkant. Dat hoeft niet per se, je kan hem ook gewoon laten zoals die is. Ik hou hem dus gewoon zo egaal en heb alleen langs de buitenrand nog eventjes zo dat extra naadje erin gezet, zodat hij er wat professioneler uitziet. En dan is het dekentje helemaal klaar. Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Als het zo is, geef me een duim omhoog of laat een reactie achter. Ik hoop ook dat je op dit kanaal abonneert. Als je dat doet, klik dan gelijk eventjes op dat klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan en dag!